Hi, hi, dit wordt een algemene liefdesreading voor het collectief. Ik ga kijken wat ik mag gaan oppikken. Ook ga ik zo meteen de deelnemster bekendmaken die de basisreading heeft gewonnen. Ik wil ook natuurlijk iedereen bedanken voor het meedoen, voor de lieve berichtjes, de likes en de abonnees. Ik ben super dankbaar. Ja, wat ik al vaker zeg, ik groei dankzij jullie en zo groeien we met elkaar. Ja, en degene die heeft gewonnen, sorry voor mijn stem, is Chrisje Braam. Ik weet nou niet of het Braam of Breem is, maar dat weet je voor jezelf. En daarachter staat 7414. Ik moest even spieken. Maar Chrisje Braam, als ik het goed uitspreek, 7414. Dan herken je het vast wel als die cijfers erachter staan. Ja, jij hebt de basisreading gewonnen, dus gefeliciteerd. Je mag contact met mij opnemen via mijn e-mail. Staat onder in de beschrijving. Iedereen bedankt voor het meedoen. Binnenkort ga ik weer verloten. Dus in ieder geval, nu in ieder geval de verloting van de maand juli. Dus ja, gefeliciteerd. En iedereen ook bedankt die het een ander ook gunt. Hè? Dat vind ik ook super lief van jullie. Dus ja, dat is mooi dat dat zo kan. Dus gefeliciteerd. Ik ga eens kijken wat ik mag gaan oppikken van energie. Mijn excuses, jeetje. Dus ja, ik ga kijken met het rookkaarten, met mijn eigen kaarten. En dan de geheime gedachten. En gewoon eens kijken waar een persoon staat. Want ik weet nog niet of het mannelijk vrouwelijk is. Dus let wel. Dus ja, ik ga het dek erbij pakken. En we gaan eens kijken. Oh, ik zie dat hij niet goed ligt. Zo. Wat mag ik ontvangen? Oeps. Ja, oké. Ik heb hier al een aantal kaarten liggen. Ik ga ze eventjes omdraaien. Oké. Ja. Als allereerst heb ik weer hier Soul Contract. Mensen die mijn andere readings ook kijken. Ja, je hebt een Soul Contract met iemand. Of die nu twin flame is, soulmate, noem het maar. Karmisch kan natuurlijk ook, hè? Daar kan je ook een contract mee hebben. Ja, ik zie hier veel dingen ook. Ik zie hier ook nog imagine. Dus iemand is aan het fantaseren. Iemand is zijn hoofd ontploft bijna van hoe gaat het? Wat gebeurt er? Veel aan het fantaseren. En ja, ik snap wel waarom. Kijk hoeveel kaarten ik hier heb. Ik ga allereerst ook deze doen, schaduwwerk. Dus het kan zijn dat iemand bezig daarmee is of mag gaan gaan. Let wel natuurlijk. Maar er is dus iets, stukjes die worden opgeruimd. Er kan iemand nu al mee bezig zijn. Dit kan, wat ik al zei, jij zijn, jouw energie of van jouw persoon. In ieder geval, ja, zie ik nog heel veel kaarten. Kijk dan. Pardon, forbidden fruit, verboden vrucht heb ik hier. Iemand is iemand zijn verboden vrucht. En ik heb hier sexual thoughts. Ja, vandaar die imagine. Dus iemand fantaseert hierover. Nu heb ik hier burning desire. Kijk hoeveel passie ik hier heb liggen. Ik heb hier regret. Dit is een mannelijke energie, zoals je ziet. Iemand heeft spijt. En dan heb ik hier forgiveness. Dus het kan zijn dat iemand gaat vergeven. Of iemand vraagt om vergiveness. En ik heb hier endless love. Dus eindeloze liefde. Deze had ik ook in mijn vorige reading. 4444 zag ik. Ja, dus wat ik hier met deze energie voel, heel veel verlangens. Dit kan van elkaar zijn, dit kan jij zijn of je persoon, maar dat voel je voor jezelf natuurlijk. Hè?
Ja, spijt heb ik hier. Dus de mannelijke energie. Hoe vaak heb ik dat? Eens kijken. Spijt. Ik ga deze even pakken. Ik ga eens vragen waarom deze masculine energie hier ligt. Ik ga ook eventjes nog deze pakken. Als allereerst. Wat mag ik daarvan weten? Ja, het is om te kijken hoeveel eruit valt. Ja, de persoon zegt eigenlijk hiermee, ik pak even de mannelijke energie. Ik wil anders zijn. Dus ik wil niet meer zijn zoals ik was. Ik wil niet meer me zo gedragen zoals toen. En ja, ik vraag me af waarom ik zo als ja, iemand zoals jij verdien. En je bent zo anders als iedereen om mij heen. Ja, en de persoon is echt bang, of de mannelijke energie, laat ik het zo zeggen, dat je, ja, dat je hem hebt verlaten. Of dat er geen connectie meer is. En het is donker zonder jou. Oké, vandaar ook die schaduwwerk misschien. Ja, de persoon gaat echt wel misschien door een dark night of soul. Misschien, je hebt de persoon getriggerd. Hij wil anders zijn en... Ja, zegt ook eigenlijk van, ziet ook eigenlijk nu pas wat waarom deze persoon spijt heeft. Hij heeft dingen niet goed aangepakt. Omdat jij ook natuurlijk zo anders bent. Dus jij hebt hem getriggerd. Ik wou dat ik zo kon zijn als jij. Dus jij bent waarschijnlijk heel erg liefhebbend, vergevingsgezind, noem het maar. Oké. Wat mag ik nog meer ontvangen? Ik ga eventjes de tarotkaarten pakken. Wat mag ik weten van de mannelijke energie? Waar staat hij op dit moment? Het zijn er al drie, ja. Pijn, kijk dan. Mijn excuses. Hij is bezig met werk. Hij is iets aan het opbouwen. Hij wil iets manifesteren. Of manifesteren. Hij wil iets neerzetten op aardsvlak. Financieel. En pijn. Hij heeft pijn. Hij heeft spijt. Hij heeft pijn. Er is iets geweest waardoor hij nog pijn ervaart. Hij probeert wel victory te vinden in zijn leven. De zes van staven. Maar het kan ook victory zijn op het werk of materie. Of in andere vlakken van zijn leven. Maar onderliggend zie ik hier pijn. Het kan zijn dat hij zijn pijn wil verstoppen. Dat hij juist werkt om dus pijn te vergeven of te vergeten. Oké. Ik ga ze even hier allemaal neerleggen. Maar ik heb net iets meer ruimte. Ik pak deze er even hier neer. En dan deze er even hier. Oké, dus pijn. Ja, hij is gekwetst. Hij stort zich op het werk. Wil aanzien op het werk. Werkt hard, dat wel. Je kan ook hard werken om pijn eigenlijk te overbruggen. Dus pijn los te laten. Het kan zijn dat er geen contact is of weinig contact. En dat hij dus bezig is met zielsonderzoek. Samen ook met schaduwkant. Dus echt bezig is met een transformatie daarin. Oké, wat mag ik weten? Oh, ik ga toch nog eventjes verder vragen naar dit deck. Wat mag ik weten over die 8 van pentakels? Dat was heel snel. Karma. Oké, dit lag andersom. Ik doe hem even terug. Ik wil even meer concentreren. Wat mag ik weten over die 8 van pentakels? Het kan zijn dat hij bepaalde karma stukjes uit probeert te werken. Bepaalde lessen heeft geleerd. Een balans. Of in ieder geval de ster. De ster, oké. Heling. Zichzelf proberen op te bouwen, heling zoeken in de situatie, een wens eigenlijk te creëren. Dat kan jij zijn, maar dat kan ook op het werk zijn. Wat mag ik nog meer? Ja, de 10 van pentakels, ja, ik zie financiële onafhankelijkheid of in ieder geval stabiliteit creëren. Hij probeert eigenlijk heel hard te werken om zelfstandig te zijn misschien, of om financieel zichzelf op te bouwen. Wat mag ik weten over die 3 van zwaarden? Ja, passie. Oké. Alweer een passiekaart, hè? Er ligt wel heel veel passie.
10 van zwaard. Ik had net ook al de 10 van staart. Weer oude karma loslaten, zie. Dus hij probeert een nieuwe weg te vinden. Dit wordt natuurlijk als een passiekaart gezien. Maar ik zie het meer ook. Het kan ook werkgerelateerd zijn. Dus hij bouwt aan iets nieuws. Hij wil nieuwe ideeën opdoen. Hij wil pijn loslaten. Ik heb de 3 van zwaard en de 10 van zwaard. Dat is best pittig, hoor. Voor sommigen kan het ook zijn dat hij passie wil. Dat hij een nieuw avontuur wil in passie. Maar er spelen nog stukjes waarbij hij dus pijn mag gaan loslaten. Maar ik weet, ja, kijk, zie. Ik had het net over die kaart. Die zat net andersom in het dek. De 10 van staven. Bepaalde verantwoordelijkheden loslaten voor zichzelf. Of met personen, noem het maar, collega's. Ja, de emper. Kijk dan. Ja, ja. Hij probeert zichzelf neer te zetten. De emper is natuurlijk iemand die gezag wil, heeft eigenlijk. Want dat heeft hij al bereikt. Dit is iemand die soms onbuigzaam kan zijn. Zich verantwoordelijk voelt. Voor zichzelf, maar ook voor het gezin. Dit is de vader van het tarot. Dus hij wil aanzien. Hij wil, ja, hij wil iets bouwen, neerzetten. Maar ja, tevens kan het ook betekenen dat hij soms wat egoïstisch kan zijn. Onbuigzaam kan zijn. En niet... ja, aan zichzelf denk. Kijk dan, de emperor en de hoge priesteres. Wauw. Dit zijn wel twee hele verschillende energie. Maar het lijkt wel of wil die meer naar zijn intuïtie gaan. Dus meer op gevoel afgaan. Het kan ook zijn dat jij een spiegelvorm bent geweest. Dat jij hem dit hebt laten zien. Ook al ben je natuurlijk niet bij hem. Maar dat hij dingen heeft geleerd. Hij is op onderzoek uit. Dus er zijn nog bepaalde mysteries. Dus wat ik zie, wat hij aan het onderzoeken is, lijkt het wel. Al laat hij dat niet zien, hoor, maar hij is wel bezig met iets. Kan zijn dat hij ook mediums bezoekt, of dat hij ook readings kijkt, of dat hij iets aan het onderzoeken is. Hij is iets aan het onderzoeken. Nog 1 kaart daarvoor. Ja, communicatie is toch weer justice, zie je dat? Toch weer justice. Ja, bij een bepaalde karma uitwerken. Knopen doorhakken. Karma onder ogen zien. Ik doe even de 8 van staven terug. Maar er speelt dus een swift. Er is iets geweest in zijn leven. Of misschien is dat nog gaande. Waarin spirit heeft gezegd. Tot hier en niet verder. Er zijn bepaalde karma stukken wat niet meer deelt. En daarin mag je een balans gaan vinden. Je mag... Ja, dan wordt een soort van uitspraak gedaan. Voor sommigen kan het ook zijn dat er een scheiding is. Hoeft niet, kan wel. Maar dat er bepaalde antwoorden worden gezocht nadat er iets gebeurt waardoor hij eigenlijk opnieuw mag gaan kiezen, een balans mag gaan vinden. Zie ik dus wel een soort van swift. Dus het kan zijn dat hij van de emper naar de empress gaat, naar de emper van de hoge priesteres. Dus meer naar zijn vrouwelijke energie gaat. Maar het kan ook zijn dat jij een spiegel bent geweest waarbij hij... Ja, karma delen in zijn leven mocht uitwerken. Oké. Ik ga deze even terug doen. Eens kijken. Oké. Wat... Hoe zit hij op dit moment de connectie met jou? Hoe voelt hij dat? Hoe ervaart hij dat? Ja, kijken hoe je het pakken. De Hierofant, omgekeerd. Nee, pakken hem even zo. En de koning van zwart. En de emperor ook nog onderop. Wow. Ja, bepaalde spirituele lessen aan het leren. Misschien opnieuw van zichzelf gaan houden. Er is weer een aas op tafel. En de Hierofant zegt ook iets over community. Over ja, lessen die hij weet. Wijze lessen. Maar ja, dat hoeft niet te zijn dat hij dat uitspreekt. Hè? Het kan ook voor sommigen zijn een connectie of een huwelijk. Maar ik heb meer het gevoel dat hij zichzelf eigenlijk een swift doormaakt. Ook omdat ik de hoge priesteres zag. Dat hij bezig is met een soort van swift in zijn leven. Hij zegt ook, ik wil anders zijn. En ja, je bent zo anders dan iedereen om mij heen.
Wat leuk, hoe ziet hij het nog meer? Ja, veel liefde heeft hij wel hoor. Dat wel, ja, de hoogheid dan. Bijzonder of niet? Het kan zijn dat er iets met zijn keelchakra is, want ik heb sinds ik deze reading begon, begin te hoesten en heb ik, of niet last van mijn keel, maar ik merk dat er iets is met de keelchakra. Kijk dan, veel liefde. De hoge priester, of de hierofant en de hoge priesteres. En daar in de Ace of Cups, hoe hij jou ziet, wat ik al voelde, hij maakt de schrift mee. Jullie spiegelen elkaar. Dit is natuurlijk een koppel, hè? Dit is een spiritueel koppel. Wauw, met de Ace of Cups. Dus hij heeft nog veel liefde voor je, maar hij vindt jou mysterieus. Hij weet niet goed waar hij staat. Hij weet niet goed hoe hij het aan moet pakken. Hij is wel op onderzoek gegaan, maar houdt zich misschien ook stil. Net als dat jij dat waarschijnlijk doet. Maar dat er veel liefde is, dat is wel duidelijk. Ja, ja, weet je. Wat is dan de blokkade? Oeps. Wat is de blokkade? Jouw hand komt. De 9 van cups, ja. Misschien dat hij soms wat egoïstisch kan zijn. De 8, ja, zie, de 8 van staven. Kijk dat. Wauw. Dit is een blokkade, communicatie. Hij ziet je wel als een wens, dat voel ik even zo. Maar hij durft daar niet over te communiceren. Nee, kijk, de 2 van zwaard, hij houdt zich vast. Dus hij is een beetje wishy-washy in die zin dat hij zich op slot had. Maar dit kan ook jouw energie zijn, dat jij je op slot had. Maar communicatie is een dingetje, dat kan een blokkade zijn. Samen met de 9 van cups is wel wishy-fulfillment. Maar als het een blokkade is, dan kan het ook zijn dat hij soms egoïstisch is en niet praat. Dus eigenlijk wat hij weet dus niet vertelt. En daarmee eigenlijk zichzelf op slot houdt. Of niet communiceert. Maar dat kan ook door jou komen omdat jij die energie ook een soort van verwijderd of mysterieus bent voor hem. Oké, wat zou hij graag willen dan? Wat is zijn angst? Wat Tevens misschien ook graag wil. Wat zou je dan willen? Wat is jouw angst? Als het hier op aankomt. De 4 van cups en de 7 van staaf. Oké, hij is bang dat als hij een stapje neemt vooruit, dat het wordt afgewezen. 4 van cups, dus hij is bang dat het niet wordt gezien, dat dit heeft verprutst. Ja, hoe vaak zeg ik dat? Transformatie, dat er een eind is, dus hij is bang dat het voorbij is. Maar hij wil eigenlijk ook een transformatie doorgaan, want de dood is natuurlijk ook een transformatie in die zin dat er een nieuw begin kan komen. Maar hij is bang dat als hij een stapje neemt, communiceert, dat het wordt geblokkeerd en eigenlijk dat er een eind is. Dus hij is bang dat er een einde is aan deze connectie. Oké, wat als hij die angst wegzet? Wat wil hij dan? Wat zou hij graag willen? Uit hermietmodus komen, bepaalde inzichten krijgen. Zou je graag willen? De 9 van staaf, avans. Oké, dus niet opgeven nog. Dus vasthouden. Ja, de waarheid spreken. Ja, een balans, kijk dan. Hij wil graag een balans, de waarheid spreken. Eigenlijk een stapje nemen, want de 9 van staaf zie ik hier weer heel anders. Dus ik heb het gevoel dat hij gewoon dapper wil zijn en eigenlijk vooruit durft te komen met iets. Het kan een gift zijn, maar het kan ook gewoon een balans zijn, gelijkwaardigheid en daarmee eigenlijk de waarheid spreken. Dus hij wil de waarheid spreken. Wat mag ik eigenlijk weten? Hoe ziet hij jou? Hoe ziet hij jou als persoon? Hoe ziet hij jou als persoon? Ik zag deze al, de 2 van pentakels en de 8 van zwaarden. Hij ziet dat jij soms ook vastzit. Of ja, dat jij niet bereikbaar bent. De koning van staven. Hoe ziet hij jou? Hoe ziet hij jou?
9 van Pentakels, de koningin van Pentakels en de 2 van Staven. Ja, 2 keer ook een twijfelkaart. Dus ik weet niet, hij voelt aan jouw energie dat jij ook jiggelt. De ene keer zo, de andere keer zo. Heel onafhankelijk met de koningin van Pentakels en de 9 van Pentakels. Ja, dit is onafhankelijk, dit is iemand die vrijgezel is of iemand die zichzelf kan redden. Niemand eigenlijk nodig heeft in die zin dat zij de zaken goed op orde heeft. En heel veel zorgen, dat wel hoor, zeker wel. Maar ook heel goed op haarzelf kan zijn, dus ik kan heel goed alleen zijn en dat voelt hij. Wel dat je af en toe vastzit in je hoofd of dat er iets is waarin jij... Ja, misschien ook soms niet goed weet hoe je hiermee om moet gaan. Dan zie ik hier de 2 van Staven. Ook iemand die misschien op hem wacht, maar ook jiggelt. Dus ja, heel tegenstrijdig. Je kan alleen zijn, dat voelt hij. Maar hij voelt ook dat je ook soms twijfelt. Twijfelt in die zin van... zou ik nog wel doorgaan of stop ik ermee? En dat kan komen omdat deze persoon misschien al een tijdje niks van hem heeft laten horen. Maar dat kan ook heel goed betekenen dat jij gewoon goed op jezelf bent. En zelf met jezelf aan de slag bent gegaan. Oké. Gaat hij nog actie ondernemen? Ja, ik wil weten, waarom ziet hij jou als de 8 van zwaard? Ik ga deze kaart even klaar op. Wat mag ik weten op die 2 van Pentakels? De koning van Pentakels. Oké. Oeps, de aas van cups. En de hierofant, ja. Oké. Je jiggelt eigenlijk om door te gaan. Nieuwe liefde misschien aan te gaan voor sommigen. Dat kan, hè? Gewoon goed op jezelf. Kijk dan, de hierofant weer. Dus... Je jiggelt. Zal ik het aannemen of niet? Ben ik gewoon goed op mezelf? Zal ik die cup nou wel of niet aannemen? Mocht die aan worden gereikt? En dat is grappig, want ik heb hier weer de hierofant en die cup. En ik heb hier de koning en de koningin van Pentakels. Dus ja, ik heb het gevoel dat je wil het wel, maar aan de andere kant twijfel je ook. Misschien twijfel je over dat het wel, of het wel gaat werken. Of misschien dat je een nieuw pad ingaat in de liefde. Misschien twijfel je daar ook over. Wat mag ik weten over die 8 van zwaarden? Ja, de Eet van Pentakels. Langzaam en gestaagd uit stagnatie eigenlijk komen. Op weg naar stabiliteit. Wat mag ik nog meer weten van die 8? Ja, de ridder van... Kijk dan... Het kan zijn dat je meerdere opties hebt misschien in de liefde nu inmiddels. Eén heel gepassioneerd, veel passie. En de ander is heel stabiel en langzaam en gestaag. Dus misschien dat je daar ook vast in zit. Misschien voelt hij dat ook, dat je nu ook verder gaat. En dat je misschien meerdere opties op je pad krijgt. Of ja, zoiets. Oké, maar dat je wel treurt over het verleden. Over die cups die verspeeld zijn. Die hij misschien wel had aan kunnen bieden, maar... waarschijnlijk niet heeft gedaan. Dus het kan heel goed zijn dat jij twijfelt daarover. Wat mag ik weten over die 9 van Pentakels? De Rad van Fortuin. Ja, je bent doorgegaan. Je hebt voor jezelf gekozen. En dat voelt hij aan jouw energie. Hij voelt aan jouw energie. Het kan zijn dat hij voelt aan je energie. Dat jij meerdere opties hebt gekregen. Ja, kijk dan. Keuzes. Verwarring, maar toch door bent gegaan. Dus misschien heb je inderdaad echt meerdere opties. En maakte je dat ook verward. Maar ben je wel doorgegaan, gewoon single. Zo van, als niemand mij dat kan aanbieden. Of diegene, noem het maar. Of misschien meerdere. Dan ga ik gewoon verder met mijn eigen pad. Ook al is het soms nog wat verwarrend. Ook al lijkt het soms een illusie. Ik moet zelf ook doorgaan. Dus ik kies voor mijzelf. En wie wil aansluiten mag dat gaan doen. Maar ik wil wel doorgaan. Oeps. Ja. Je eigen pad ingaan. Je eigen pad vervolgen. Het beeld is heel donker. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien.
Misschien kan ik het licht aan doen. Moment. Misschien dat dat beter is. Zo, dat ziet er iets lichter uit. In ieder geval, dus een nieuwe weg in ben gegaan. Nieuwe keuzes heb gemaakt. Die je opnieuw hebt onderzocht. Ja, de 9 van cups. Je eigen geluk gekozen. Wish fulfillment. En jezelf gelukkig proberen te maken. En het oude beurens verantwoordelijkheden los te laten. Dus ja, je hebt oude bagage eigenlijk losgelaten. Ja, en daar eigenlijk weer, tevens dat jij dat hebt gedaan, heb je ook weer bepaalde keuzes op je pad gekregen. Je staat nu op een afstandje. Ja, pijn. Je hebt pijn ervan. Dus hij heeft pijn, maar tevens... Het heeft je pijn gedaan dit eigenlijk los te laten. Dat is een beetje wat ik voel. Ik heb niet het idee dat je hem helemaal loslaat. Maar dat het voor jou nodig was om dat te doen, omdat het kostte je te veel energie. Die pijn kostte je te veel energie. Ja, en daarbij sta je eigenlijk nu op een afstandje van, ja, weet je, ik kies voor mezelf. Ik heb echt nog wel een visie, zeker wel. Maar ik sluit me een soort van af. Ik sluit me af in die zin dat ik, dit stukje wil afsluiten. Omdat ik weet dat het me niks, het kost mij energie. En dat heb ik in mijn vorige readings ook gezegd, of reading. Dus mocht jullie niet hebben gekeken... Het voelt wel weer een soort van aansluiting op de andere reading. Maar je wilt niet meer gekwetst worden. En daardoor heb je het eigenlijk een soort van losgelaten. Heb je voor jezelf gekozen. Ook al zit je soms nog wel vast hoor. In bepaalde visies. Maar het kan ook te maken hebben dat je meerdere opties op je pad hebt gekregen. Nadat je dus iets hebt losgelaten. En dan betekent het niet dat je niet meer van deze connectie of van deze persoon... De persoon zit nog wel in je hart, maar je merkt ook gewoon dat jij ook verder moet. Anders kost het je te veel energie, laat ik het zo zeggen. Ja, kijk, iemand houdt iemand wel in de gaten hoor. Dat is wat ik zie. Oké, maar wat wil je dan? Zij wil communiceren, dat wel. Ik kan wel eens vragen wat hij wil gaan communiceren. Wat is dat dan? Ik wil eerst weten ook die 9 van zwaarden. Staven, weet je. Ja, jiggling. Zie je, ja. Oké. Dus hij voelt ook aan jou dat jij jiggelt. En die lag hier natuurlijk ook bij jouw energie, hoe hij jou ziet. Maar hij wil uit een jiggling komen. Uit pijn, ja. Hij heeft echt pijn. Hij weet dat jij... dat je verdrietig bent. Hij wil eigenlijk pijn bespreken, wat ik ook al zag. En bouwen, kijk, de 10 van cups. De ster, kijk, dan heb je hem weer. En balans, heling in deze connectie, dat is wat hij wil. Jij bent zijn ster of zon, noem het maar. Ja, kijk, 5 van cups, wauw. De 5 en de 5. Dit is wat hij wil. Hij wil pijn bespreken, hij wil dit helen. Hij weet dat die 2 cups, dat jij dat bent... Hij heeft jou in de kou gezet, dat voelt hij wel hoor. En daarom is het wel een strijder, maar hij voelt dat jij jiggelt. Hij wil helen, want ik heb hier die balanskaart op de 5 van pentakels. Of balanskaart, maar de ster zegt iets over heling, over transformatie ook. Een wens. En daarmee, ik voel dat hij jou als wens ziet, maar dat er bepaalde... dingen zijn gebeurd waarbij het voor hem voelt. Of is het verspild. En dat wil hij. Ik heb het gevoel dat hij dat ook wel. Ja, ik wou zeggen gaan communiceren. Nou ja. Wat mag ik weten over die communicatie? De 2 van staven. Ja, zie. Hij wil. Het grappige is. Jullie hebben 2 keer de jiggling. En dan op dezelfde soort plek. Oké, dus hij wil eigenlijk bespreken dat hij voelt dat jij waarschijnlijk een visie hebt of dat hij een visie heeft. Dus hij heeft plannetjes gemaakt, is wat ik zie. Hij is een plannetje aan het bedenken om te kijken hoe kan ik weer met haar communiceren. Ja, de 3 van pentakels, dus weer samenwerken, een contract samenbouwen, ja, voelen, een nieuw begin, een leap of faith nemen, een dappere stap maken om eigenlijk weer vooruit te komen.
alles op nul te zetten, ervaringen mee te nemen en een nieuwe fase in te gaan. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus die communicatie gaat over dat hij eigenlijk wil bespreken dat hij eigenlijk een stapje wil nemen, dat hij pijn heeft gehad, dat hij verdrietig is over hoe het is gegaan, dat hij een balans wil, heling. Oké. Okay. Oké, okay, ja, forgiveness, kijk. Forgiveness. Vergeving vragen. Maar er is veel, wat ik al zei, er is heel veel passie is wat ik hier zie. Ja, spijt. Spijt van, de daden. Oké. Okay. Hoe ziet hij jou? Wat wil die? Gaat hij nog actie ondernemen? Ja, kijk, passie. De aas van verstaan. Gaat hij nog actie ondernemen? Er waren er heel veel. Komt er nog actie? Oeps. De emperor. Nee, de koning verstaan. En een nieuwe zijde. Ga ze even terug. Komt er nog actie? Komt er nog actie? Ja, de 6 van zwaarden en de 3 van pentakels. Ja, dat is wel vooruitgang. Dus hij wil eigenlijk vooruitkomen. Een 3 van pentakels die hier ook al lag met die waarheid. Naar voren komen. Dit is een samenkomen. Of dit is in ieder geval een stapje nemen om te verbinden. Dus hij wil eigenlijk wel weer verbinding aangaan. Ja, kijk, de Fool, zie. De Fool, wat ik al zei, zie. Wauw, kijk, de Fool. Wat hij wil. En, eerlijk zijn. De 3 van Pentakels ligt ook bij die waarheid. Ja, een leap of faith nemen. Een stapje nemen. Een dappere stapje nemen. Met de Page van Staven. Communicatie zal klein zijn. Zeker. Maar ja, het is wel een stapje. Het is wel communicatie. Dat zijn natuurlijk jonge energieën, hè? Dat is wat ja, de 2 van cups. De Page van cups. De King of cups. En de 10 van staven. Wat in één keer ligt. Wauw. Zie je dat? Wauw. De 2 van cups, ja. Samenkomen, wauw. De Page of Cups, een excuus doen, ja. Spijt hebben van de dingen. De koning van Cups, kijk dan van de Page naar de koning. Zij is getransformeerd, want die ligt onder de Fool, zie je dat? En de 10 van Staven, dus eigenlijk oude pijn, ook verantwoordelijkheden loslaten, weer bouwen. Ik heb wel het gevoel dat hij eerlijk kan zijn over wat voor bagage die met zich meedraagt. Ik heb het gevoel dat het daar ook over gaat, dat hij dat wil communiceren. En daardoor zijn excuses wil gaan aanbieden. Maar kijk dan, de 2 van cups samenkomen. Ja, een excuus doen, werken eraan. Een leap of faith nemen, dus de Fool onder de koning van cups. Dus hij voelt zich heel klein. Maar het is wel gemeend, is wat ik zie. En de Page of Wands samen met de 10 van staven kan dus zijn... Dat hij wil bespreken, dat hij die bagage ook wil loslaten. Net als wat jij eigenlijk hebt gedaan. En daarmee eigenlijk weer passie wil aangaan. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel duidelijk. Ik wil wel nog weten over die 10 van staven dan. Wat is dat dan? Ja, kijk dan. Echt, wat, nou, is dit raar of niet? Ik zei het net. Dat hij dus dat wil bespreken. Nou, die pijn, die bagage, wil die communiceren. Kijk dan dat hier de aas van staven. Zwaarden, sorry. Zij wil communiceren dat hij die bagage ook niet meer met zich mee wil zeulen. Om het zo maar te zeggen. Ja, echt, kijk.
Heer de Peets, de Peets en de Peets, ja. En de vier van staven, wauw. En een nieuwe cycle, iets afsluiten, communicatie kan via internet zijn. Al is dat natuurlijk nu niet zo moeilijk meer tegenwoordig, maar dit is dus wat hij wil. Hij wil een cycle afsluiten in zijn leven. Duidelijk communiceren over de toekomst, over hoe het moet gaan. Dit is een commitment kaart ook, de 11-11 kaart. Maar oude cycles loslaten, een nieuwe start, een frisse nieuwe start. Eigenlijk gelukkig zijn. Zich vrij voelen van angsten. Maar hij is daar wel nog bang voor. Dus hij is bang eigenlijk dat het een eind is. Zijn angst is eigenlijk om dat te doen, omdat hij bang is dat het niet wordt aangenomen. Omdat dat er een eind is. Maar ik zie hier wel dat hij bezig is eigenlijk. Hij voelt aan jou echt dat je zit te wachten. Of het nou op hem is of je bent gewoon doorgegaan. Ook met die bagage losgelaten. En ik zie aan zijn energie dat hij heel erg aan het zwiften is. Dus ja, toch wel dapper is. Want dit is al heel verliefd. Ik zie 1, 2, 3, 4 kaarten met de... Of 3 kaarten met de cups eigenlijk allemaal achter elkaar. Dus dat zegt wel dat hij nog veel liefde voor je heeft. Zeker wel. En ook wel dat gaat aanprijzen. Vooral met deze communicatiekaarten hier. Wanneer weet ik niet. Ik zie geen snelle movement in dit. Maar ja. eens kijken. Wat zegt Spirit ervan? Wat mag ik daar nog van weten? Wat zegt Spirit? Ja, de Peter kijkt dan. Een excuus. Ja, echt. Verzin je dit of niet? Ja. Ik weet het. Ik zei de communicatie achter de staven ligt hier nog niet. Nou, Spirit zegt het dus wel. Nou, als dit niet duidelijk is, lieve dames. De 8 van staven. Wanneer weet ik niet, zei ik. De 8 van staven ligt er nog niet. Vloep, 8 van staven kan binnenkort dus een excuus komen. Hoe vaak zeg ik het? Echt waar. Ik zeg het vaak. Ik weet het. Maar ja, de kaarten spreken, hè. Ik zelf niet. Ik spreek voor de kaarten. Of ik spreek voor de energie. Ja, een aas van staven. Wauw, wauw, wauw. Ja, ja. Ja, kijk dan. Ja, zie. Kijk wat hier ligt. De 5 van cups. Of een 5 van munten die hier al lag. Hè? Wat ik ook al zei. Hij wil dat bespreken. Hij wil bespreken dat hij pijn heeft gehad. Dat jij pijn hebt gehad. Dat jullie beide pijn hebben gehad. Een aas van cups. Kijk dan. Joejoe. Een dikke vette cup, samen met de aas van staven en de hoge priesteres. Bepaalde geheimen komen naar boven. Luister naar je intuïtie, je voelt heel veel. En hier lig je ook al, hè? De hoge priesteres, hoe hij het ziet. Hij weet dat je al veel weet. En dat is ook een herhaling, maar goed. Spirit zegt, er komen bepaalde dingen naar boven. Iets wat je waarschijnlijk wel weet, maar je krijgt een bevestiging op wat je al voelde. Zo ga ik misschien de titel ook noemen. Je krijgt een bevestiging van wat je al voelt. Vergeving. Eindeloze liefde. Burning desire. Spijt. Forbidden fruit. Verboden liefde. Ja, de full leap of faith. Kijk dan. Daar heb je hem weer. 3 keer, hè. Kijk dan. Ja, de full heeft hartpijn. Kijk. Dus ja, de full. Wauw. Ja. Een leap of faith nemen. De aas van cups ligt ook onder de peets. Ja, kijk, de 3 van staven. Wauw, dus er wordt een stapje gedaan hoor. Iemand is op de uitkijk. Jullie zijn beide op de uitkijk. Maar iemand gaat iets achterlaten. En vooruitkomen. Het schip zien binnenkomen. Oeps. Ja, een nieuwe cycle. En de emperor, kijk, daar heb je hem weer. Ja, conflict wordt opgelost. Nieuwe cycle, de emperor gaat vooruitkomen. Ja. En weer de hoge priesteres, hè. Dus, maar het rad van Fortuin, ja, kijk, de 6 van cups ook nog. Ja. Dus ja. Wat ik voel is dat er iets uit het verleden weer naar voren wordt gehaald. Gedachten worden besproken, er wordt iets aangereikt.
Er worden kinderstukjes geheeld bij jou, maar misschien ook bij deze persoon, is wat ik zie. Ik ga nog eens even kijken wat ik hiervan nog mag ontvangen. Ja, sexual desire, kijk dan. Ja. Ja, en het doet me zo pijn. Het doet hem zo pijn dat jullie eigenlijk niet spreken. En hij heeft zoveel verlangens naar jou. Dat is echt wat ik zie. Hij fantaseert erover. Misschien jij ook hoor. Misschien beide. Ik zie natuurlijk veel deze aas. En ik zag hem daar ook al. En al deze kaarten die hier staan. Zoveel passie. Zoveel vuur. Zoveel ja, burning desire. Maar ook vergevenis. Ja, drama oplossen. Hij lag andersom. Oké, nou, ik ga nog één kaart. Oeps. Ja, kijk, the heat between us is intense. Dus ja, deze ja, passie is heel, tussen ons is heel intens. Als ik jou zie of als ik je ja, misschien niet zie, dat wat steeds sterker lijkt het wel. Hoe langer hij niet bij je is, hoe meer hij het gevoel heeft om dit te willen. Maar ja, seks is natuurlijk niet altijd alles, hè? Let wel. Gevoel is ook belangrijk, maar hij heeft gevoel voor je. Want de koning ligt hier, de peet en de twee van cups. Dus dat is echt wel dat hij nog steeds heel veel gevoel voor je heeft, hoor. Zeker wel. Eens kijken. De geheime gedachte nog van dit deck. Ja, zie, ik voel je ook al zijn we niet bij elkaar. Dat voelde ik al, want hij ziet je als de hoge priesteres. En hij is de hoge priester. Naast het zijn is intoxicated, dus bij jou zijn, dat het zijn er superveel. Ja, op dit moment zegt hij, op dit moment ben ik gewoon niet beschikbaar. Dus laat de persoon ook eventjes nadenken over de situatie. En ook al is het al een tijdje. Maar ja, als hij door een transformatie heen gaat of door een shift, dat duurt natuurlijk even. Dat is niet op de een of andere dag is dat natuurlijk zomaar klaar. Hè? Er zijn zoveel dingen die zich aan mij en jou herinneren. Ja, ik herhaal eigenlijk elke conversatie die we hebben gehad in mijn hoofd over en over. En ja, het kan zijn dat er mensen iets van vinden, maar ik reageer er niet op. Omdat ik eigenlijk zelf weet hoe het zit tussen ons. En ik weet dat ik degene was die jou pijn heeft gedaan. En ja, ik voel je echt, ook al zijn we niet bij elkaar. En ik herinner me eigenlijk nog elke detail van onze dag dat we samen zijn. Ja, zie. Ik was een beter persoon. En je weet niet... Je weet niet hoe moeilijk het voor mij was om jou te laten gaan. En ik wacht op een teken van jou. Dus dat is ook wel iets soms, hè. Dat is soms op internet of zo. Of dan ja, speaker. Ik zie nu niet heel veel de speakkaart. Maar vaak is het zo. Je kan natuurlijk alles opzoeken op internet. Hè? Nou weet ik niet of jullie elkaar geblokkeerd hebben. Of misschien een mannelijk of vice versa. Maar zo van, oh ja, joehoe, weet je, dan posten ze weer iets of jij doet dat en dan wordt het zo'n spelletje. Ja, dat moet iedereen van zich weten natuurlijk. Maar ik heb wel het gevoel dat hij eigenlijk een soort van groen licht probeert te krijgen bij jou. Omdat je natuurlijk ook wat gereserveerd bent en geblokkeerd in die zin dat je ook doorgaat. Dus wat hij ook eigenlijk misschien ook bedoelt te zeggen van, ik weet niet of ik wel mag terugkomen. En dat is natuurlijk voor iedereen weer voor zich. Maar goed. Ik wil je even vertellen hoe ik me voel. En
Ja, ik ben bang om contact met je op te nemen. En ik hou onvoorwaardelijk van je. En daarom wacht hij ook misschien op een teken van jou. Zo van, ja, is het goed? Wordt mijn hoofd er niet afgehaakt? De koning van zwaarden lag hier nu niet. Dus jouw energie is ook weer wat milder geworden, lijkt het wel. Als het om dezelfde energie gaat, hè. Maar ik heb wel het gevoel dat er weer een shift gaande is. Op een of andere manier. Maar ja, je bent goed bezig. Want hij ziet jou wel als de koningin van pentakels en de negen van pentakels. Ja, dat is sterke energie. Dat is onafhankelijk, wat ik al zei. Ja, je redt je eigen... Ja, je kan je eigen boontjes doppen, om het zo maar te zeggen. Kan ik nog wat anders pakken? Ik ga deze nog even pakken. En dan sluit ik hem af. Oeps, dat zijn er iets te veel. Ja, gaat mijn dek. Nou, die pak ik zo meteen wel. Evenwicht. Door een goede relatie word je ondersteund, maar ook uitgedaagd. En diep in je hart weet je het antwoord al. Doe wat goed voelt. Ja, en dat is echt de hoge priesteres. Hè? Die weet antwoorden al. En die vertrouwt soms niet op haar intuïtie. Het antwoord is nee, heb ik hier. En dat hoeft niet negatief te zijn, hè? Nee. Nee kan ook zijn dat jij nee hebt gezegd. Of dat er iets is gebeurd waarbij jij je grens hebt gesteld. Of het antwoord is nee, ik laat je niet vallen. Ik sta open, dus pak voor jou hoe die voelt, hè? Want een nee hoeft niet altijd negatief te zijn. En soms ook heel positief, van nee, ik laat je niet vallen. Nee, ik hak je hoofd er niet af. Of nee, nou ja, dat weet je voor jezelf. Ik kan duizend antwoorden verzinnen, maar voel voor jou wat het voelt. Mijn telefoon wilde weer een heel leuk updaten. Dankjewel telefoon, leuk technologie. In ieder geval, ik moet hem nu aan elkaar plakken. Dat duurt echt een eeuwigheid, dat weet ik. Dus ja, nou ja, goed. Maakt niet uit. Maakt wel uit eigenlijk, maar goed. Het is niet anders. We gaan gewoon door. Maar goed, er wordt meer van je gehouden dan je ooit zult beseffen. Denk eraan, ik hou van je. En tweelingpassie ontsteekt een hartstocht. Oké. Ja, dit is wat ik voor je heb. Mocht het resoneren, laat het me weten. Ik moet even kijken. Chrisje Braam, 7414. Jij hebt de basisreading gehoord. En wat ik al zei, neem contact met mij op mocht je nog kijken. Iedereen super bedankt voor het kijken en geduld. En ik hoop jullie natuurlijk snel weer te zien. Doeg!